Dit is het tweede deel. De mannelijke en de vrouwelijke energie in de connectie, naar aanleiding van de energie van de volle maan van deze week. Nee, ik heb de kaartjes nog laten liggen. Ik kan het maar blijven zeggen, hè, dat het spirituele in de mannelijke energie mij toch enorm opvalt. Dus vorige maand, hè, heb ik het ook nog uitdrukkelijk gezegd dat het als het ware... lijkt alsof de rollen zijn omgekeerd. Dat de mannelijke energie meer in dat spirituele wordt geduwd. En dat de vrouwelijke energie zich mag gaan focussen vooral op meer het aardse stukje. En bepaalde zekerheden en mag voor zichzelf gaan zorgen. Ik ga deze kaart even aan de kant leggen. Zodanig dat ik voldoende ruimte heb voor... de kaartjes voor de vrouwelijke energie. Daar gaan we toch wel in dit tweede deel naar kijken. En hopelijk zo een mooi overzichtje krijgen straks. Oké. Dit is waar de vrouwelijke energie vandaan komt. Wat zij op dit moment... Of zij, eigenlijk, hij of zij, hè, want de mannen kunnen ook, hè, die vrouwelijke energie voelen, achter zich heeft gelaten of wat net gebeurd is. Deze kaart geeft aan een positieve beweging vooruit. Dus deze rode kleur geeft wel de materie aan, het aardse stukje vooral. Dus er is inderdaad een beweging vooruit gemaakt. Er is iets besloten als het ware. Nu, deze kaart geeft wel aan dat er een beweging is, maar dat het nog niet zichtbaar is of zichtbaar was op dat moment waar het naartoe ging. Dus het was een beetje een stap in het onbekende, als het ware, maar wel vooruit. Dus sowieso vooruitgang, beweging. Ik ga daar eerst een tweede kaartje bij trekken. Het valt hier al op dat, ja, ik zei het nog maar net, alweer een kaart die meer het aardse weergeeft. Dat het dus inderdaad ook belangrijk is. Was misschien al voor de vrouwelijke energie om geduld te hebben en om te gaan plannen. Dus een positieve beweging vooruit, samen met toch wel tijd nemen om dingen een beetje te overzien, om dingen stap voor stap te doen, ja, zoals dat wel vaker werd weergegeven de afgelopen tijd. En om een beetje geduld te hebben en dan in de... connectie hier als het ware. Ik moet wel zeggen, hè, in het mannelijke, die overwinning en het succes. Het hangt er natuurlijk vanaf van persoon tot persoon waar je je bevindt in je proces. Misschien, hè, zijn er personen die vanuit hun mannelijke energie toch nog bezig zijn om bepaalde dingen te overwinnen. Hè? Die overwinning, dat nog een beetje gaande is. Nu, dit gaat wel om hele grote stukken. Dit kunnen situaties zijn die misschien al jaren aanslepen, hè, in extremen. Dus waar er echt wel grote stappen moeten worden gezet, bepaalde beslissingen moeten worden genomen. Ook al is het een heel spirituele kaart, waarbij de mannelijke energie echt wordt uitgedaagd om voor zichzelf op te komen. Nu, in relaties, vooral hè, in de karmische relaties, kwam het financiële heel vaak naar voren. Hè. Opkomen voor zichzelf. Niet te veel meer van zichzelf weggeven, niet meer in dat compromis gaan en daar toch wel heel sterk in gaan staan en voor zichzelf gaan opkomen. Nu in vrouwelijke energie, positieve beweging vooruit, vooral in het aardse stukje. Nu bij mij was dat vooral een verhuis, hè? Ik noem nu iets heel concreets. Dat kan ook zijn dat je een andere richting aan je leven hebt gegeven. Nog maar in gedachten als het ware. Dat je er echt wel op hebt over nagedacht.
nog maar zeggen, nee, waar ik nu ben, daar wil ik niet meer zijn. Dus ik wil vooruit. Ik maak een beweging vooruit en ik zie wel waar ik uitkom. Je ziet de zon in de verte en je zal wel zien, hè? Hier de oceaan, hè? Welk land, hè? Je tegenkomt en wat het jou brengt. En dat het in de connectie toch ook wel belangrijk is of was om vooral geduld te hebben en voor jezelf te gaan plannen. Dag per dag, stap per stap. Weliswaar met heel veel inzicht, maar wel op een heel hardse manier. Dus heel erg te gaan kijken naar jouw leven, wat er zich rondom jou bevindt. En daarin een bepaalde structuur te vinden. Ik ga er nog zo'n kaartje bij trekken. Jo, gaat direct al naar voor mij. Oh, oké. Okay. Kwam heel snel. Kaart van isolation. Dit is wel al voorbij. Het is een vorm van... Het is ook wel een mentale kaart, blijkbaar. Het mentale in het vrouwelijke stukje, stel je voor. Maar dit zijn oude pijnen die zijn aangeraakt. Toch wel belangrijk om wat extra uitleg misschien te geven bij deze kaart. Want ik herken het wel en ik herken het ook vanuit consulten. Het zou kunnen zijn dat je de afgelopen tijd misschien jezelf even bent kwijt geweest. Of dat je bepaalde zaken hebt gevoeld. Dat er heel veel emoties zijn losgekomen. Dat je misschien zelfs, zoals op deze kaart, heel veel hebt gehuild. Dat je misschien extreem hebt gereageerd vanuit jouw emoties. Omdat er bepaalde zaken zijn opgeruimd. Dingen die je in jezelf bevroren had, hè, zoals deze kaart het aangeeft. Dat je dat vanuit je vrouwelijke energie maar volledig opgeruimd hebt. Hè, een grote schoonmaak. Maar alles wat je mentaal had vastgezet in jezelf. Wat je ook, hè, misschien ook jaren met je hebt meegedraagd. Misschien oude pijn, misschien zelfs van in je kindertijd. Beide energieën trouwens. Heel veel de relatie met ouders. Vanuit de mannelijke energie, hè? Vaak de relatie met de moeder. Vanuit de vrouwelijke energie, heel vaak de relatie met de vader. Of vaderfiguur. Dat daar heel veel is opgeruimd. Dus als je je van slag hebt gevoeld en je wist niet om welke reden dat je zo emotioneel was of overgevoelig was, dan kan het gewoon zijn dat er heel veel is gewoon losgekomen vanuit de energie. Hè? Naar de volle maan toe ga ik er dan uit. Dus vanuit dat kan de afgelopen 14 dagen zijn geweest of eerder. Hè? Omdat je toch wel ja, die positieve beweging vooruit. Het feit dat je dan toch wel even naar het aardse moet terugkomen. Om toch wel alles terug een beetje op een rijtje te krijgen. Nu, het feit dat je bepaalde dingen loslaat, dat kan net ook zijn dat je ook in het aardse leven echt wel dingen achter jou laat. Dat kan zijn dat je relaties beëindigt. Dat kan zijn dat je, zoals in mijn geval, gewoon voor een nieuwe woning kiest. Dat kan ook zijn dat je voor een andere job gaat. Ook andere contacten opzoekt. Dat je echt wel die behoefte hebt om nieuwe dingen te gaan opzoeken. En ja, blijkbaar in de mannelijke energie komt daar meer dat spirituele naar voren. Ook al wordt er hier aangegeven dat alles wat vanuit de mannelijke energie verloren is geweest, hè, wat misschien wat die kwijt is geraakt door bepaalde, meestal karmische relaties hoor. Heel vaak hangt dat samen, niet altijd. Maar karmische relaties, pas op, je kan dat ook. Hè. Werkrelaties kunnen ook karmisch zijn. Relaties met je ouders bijvoorbeeld. Of dat hoeft niet altijd in de liefde te zijn. Die worden overwonnen. Hè, dat je als het ware voor jezelf opkomt. Nu, dit is overwinning en succes. Dus ook al, ook voor de personen die nog in dat stukje zitten, weet dat dit gewoon leidt tot succes. Dat het een kwestie is dat de energie jou nog steeds helpt om
echt wel over bepaalde dingen te stappen en ervoor te zorgen dat je meer dan genoeg hebt. Dus alles wat je hebt verloren, als het ware, in het verleden, dat je dat terug gaat krijgen. Dus dat je helemaal terug bij jezelf komt, evenwicht, en dat je dan toch wel weer het licht gaat zien. Voor het heden eigenlijk, op dit moment. De vrouwelijke energie, vruchtbaarheid. Het is een tijd om heel erg bij jezelf te komen. Dat is trouwens een hele mooie kaart. Is in de algemene tarot echt wel. Je ziet hier het hartchakra, het hartcentrum. Persoon die heel erg bij zichzelf is. Een heel vrouwelijke kaart toch wel. Vruchtbaarheid sowieso. Vanuit je gevoel bepaalde dingen teruggevonden te hebben. Je ziet ook de boom op de achtergrond die tot bloei komt. Dus het is als het ware toch wel voor mij een stukje nieuwe energie die binnenkomt. Die ervoor gaat zorgen dat je dan kan gaan oogsten, maar vanuit jouw vrouwelijke energie. Nu, ik vind dat heel mooi staan bij dat standvastige in het mannelijke stukje, omdat hier letterlijk ook een man op staat en hier de vrouw. De man die toch nog altijd, toch wel dat aardse stukje, dat contact met de aarde moet gaan voelen en vanuit die aardse kracht die spirituele kant op gaat. Terwijl het hier net een beetje omgekeerd is. Hè? De vrouwelijke energie gaat vanuit dat spirituele en brengt het dan naar beneden. Gaat meer naar het buikgevoel. Hopelijk ook dan. Hè? Een stukje meer gaan aarden. Even kijken welke kaart hierbij past. Oké, dat is deze. Ja. Ik zei daarnet meer gaan aarden. En dan krijgen we daar nog een aardekaart bij. Nu, het is de kaart van voorspoed. Het is een nieuwe start. Dus terug bij het vrouwelijke komen. Die creatieve energie vooral gebruiken. En dan krijg je voorspoed. Ja, ik vind dat deze kaart voldoende voor zichzelf spreekt. Het is een nieuwe start. Ik ga deze even wegnemen. Want dit was ook een kaart in de mannelijke energie. Ja, ik kan het maar blijven zeggen. Hè? Vorige maand ook zei ik van ja, de rollen lijken omgekeerd. Alsof de mannelijke energie, het spirituele, enorm naar boven komt. Ook al heeft het mannelijke toch wel steeds dat aardse stukje nodig of die aardse energie nodig. Maar dan net in de vrouwelijke energie krijg je net die aardekaarten van dat is belangrijk dat je vanuit je vrouwelijke energie toch wel zorgt dat je stevig staat op materieel vlak, dat je alles hebt wat je nodig hebt. En ik zei daarnet van, dan kan je gaan oogsten. Ja, hier vallen de vruchtjes uit de lucht als het ware. Dus ja, voorspoed. Dus dan bereik je toch wel iets, maar tegelijkertijd met een nieuwe start. Dus dan heb je de vruchten geplukt van hetgene wat je hebt doorgemaakt. En kan je een nieuwe start maken met ja, toch wel weer een nieuwe energie. Dus twee keer een één kaart. Hier even mooi terugleggen. En dan ga ik even voor een Osho's en tarot. Vrouwelijke energie. Weer een beetje in het heden. Ja, als het de laatste kaart is die naar boven komt, dan neem ik ze niet. Het moet echt wel heel duidelijk voor mij vanuit de set naar boven komen. En zich laten zien. Voilà, zoals deze. Oh, laziness. Het niets doen.
Dus op dit moment wordt er aan de vrouwelijke energie gevraagd om toch wel wat evenwicht te zoeken tussen actie en ontspanning. Dit moment misschien vooral ontspanning. Voorspoed begint. Vruchtbaarheid tot jezelf komen. Dus je mag heel even achterover gaan leunen, maar let op voor de... In deze kaart zijn dat glasscherven. Dat je niet te veel achterover leunt. Dus wees wel aandachtig. Kijk naar wat er gebeurt. Maar toch wel, dit is toch wel een kaart die zegt van, vooral in het emotionele, dat het een tijd is om even te ademen. Te voelen wat je voelt. Gewoon te laten zijn. Even te gaan ontspannen vanuit je gevoel. Het is een 9-kaart, dus het is een afronding van iets. Dus een kaart die zegt van, oké, nu mag je even gaan zitten. Geef jezelf de tijd om inderdaad op emotioneel vlak gewoon even te relaxen. Alles op zijn plaats laten komen. Weer helemaal tot jezelf te komen. Maar dan wel, hè? Weet dat er een nieuwe start aankomt. Dus wees aandachtig. Hè? Als alles terug gaat lopen, dat je er opnieuw helemaal bij bent. Wat hierop volgt. Naar de toekomst toe. Ik ga de kaart nog even mooi openschuiven. Alweer. Alweer het aardse. Alweer die rode kleur. Beweging, keuzes, beslissingen. Nou, oké. Daarnet al. Van nu heel even achterover leunen. Zorgen dat je emotioneel terug bij jezelf raakt. Het kan zijn, hè, dat je effectief een stukje oververmoeid bent geraakt door bepaalde emotionele stukken. Of door vooral ja, die veranderingen. Pas op als je het aanpassen aan nieuwe situaties. Hè. Ook al is het maar ja, gewoon een nieuwe job bijvoorbeeld. Hè, het is een ander levensritme. Herorganiseren, geduld en planning. Planning is voor iets nodig. Hè, dat je echt zorgt dat je een bepaalde structuur hebt. Dat je je energie verdeelt. En dan kan het zijn ook, als er bepaalde emoties loskomen, dat je even rust nodig hebt. Maar ik zei het daarnet al van, ga niet te ver achterover leunen, want er komt een nieuw stukje aan. En het is gewoon de kaart die erop volgt. Dat is de 1-kaart. Een nieuwe start maken. Meer in het aardse stukje. En de 2e stap is, keuzes maken. Beslissingen maken. En deze kaart geeft vooral aan van, wat is voor jou nu belangrijk? Ga even kijken wat voor jou belangrijk is. Is dat jouw werk? Is dat jouw familie? Zijn dat jouw bepaalde interesses? Waar wil jij jouw energie momenteel aangeven? Waar wil jij op dit moment je volle aandacht aangeven? Het is een beetje een keuze. Dus zelf bepaalde zaken in beweging zetten. Zelf bepaalde dingen gaan stimuleren. Maar neem wel je tijd. Ga je mogelijkheden zien. Hè? In de Osho Zen Tarot is dat de kaart van mogelijkheden. Weet dat je eigenlijk meerdere mogelijkheden hebt. Hè? Dat je meerdere kanten op kan. Dat het gewoon aan jou is om ook toch wel heel even die afstand te nemen. Om heel even een stapje terug te doen en te kijken wat er echt allemaal is. Deze kaart geeft ook wel aan, misschien ben je niet bewust van de vele, vele, vele mogelijkheden die je hebt. En ga dan pas een bepaalde richting uit. Blijkbaar zal je dat dan toch op een of andere manier moeten gaan doen, vroeg of laat. Maar het hoort er wel bij. Dus dat is voor heel, heel binnenkort. En dan de 2e kaart. Is de kaart van afzondering. Nu, dit is ook weer een 9-kaart. Een kaart die zegt van, er wordt iets afgerond.
Nu, vanuit de vrouwelijke energie is het een stukje terugkomen bij jezelf. Je ziet hier de figuur met het boek. Het is als het ware haar wijsheid. Dus het is belangrijk om je even af te zonderen. Bij jezelf te komen. En hier op de achtergrond zie je dat het... het is nog nacht, maar de zon komt stilaan op. Dus het is misschien even een... ik zie de nacht als een rustperiode. Om dan even te gaan kijken, hè, naar binnenin jezelf. Van wat heb ik in mij? Mijn kennis, mijn ervaringen en dergelijke. En hoe kan ik die in een volgende stap gaan gebruiken, naar buiten brengen? Dus afzondering is nodig om dan wel terug naar buiten te komen. Om jezelf terug te laten zien. Maar dit is wel een kaart die aangeeft, want het is nodig om je dan even af te zonderen. Dus dat komt er blijkbaar ook nog aan. En ik ga er gelijk... een Osho-kaartje bij trekken. Oh, die kwam ook heel snel. Nu, celebration. Het is een beetje dansen in de regen. Dus laat je zeker niet tegenhouden door de omstandigheden. Dit is voor mij een emotionele kaart. Dus ook al voel je je nog niet 100% lekker, ook al voel je je nog niet 100% goed, weet dat, dat je er ook doorheen kan dansen, als het ware. Dus ook al zit het voor jou nog niet 100% goed, ook al zit je nog niet 100% goed in je vel, probeer er toch het beste uit te halen. Het is een beetje een combinatie van de twee. Laat je niet tegenhouden door de regen. Dan word je maar nat. Maar dan haal je er toch het beste uit voor jezelf. Nogmaals, ik vind het een opmerkelijke reading. En ik ga even... ik ga even deze weghalen. Misschien is het dan een stukje duidelijker. Om ze ten opzichte van elkaar te zien. Want ik vind het toch wel belangrijk om nog eens te benadrukken dat het... dat het voor iedereen wat verschillend is. Hè? Zo, sommige onder jullie vanuit de mannelijke energie kunnen vooral voelen dat het nog iets moet overwonnen worden. Dat het echt wel is. Besef ook dat je dit in je eentje moet doen, maar dat dat ook wel belangrijk is. Hè? Dat je het nu voor jezelf doet. Op je eigen kracht, op je eigen energie, vanuit jezelf. Het zal jou alleen maar licht brengen en inzicht. En al die spirituele kaarten, die zijn er voor iets. Nu dat het feit, hè, dat die passie naar boven moet komen. En die Osho Zentaro die zei van... hè, al die onderdrukte energieën, die komen echt wel naar boven. Dus voor dit... ik vind dit best wel heftig. Positief heftig natuurlijk. Maar dat is echt wel die eigen energie die zich naar boven duwt. Dus... eerst echt wel bepaalde zaken overwinnen en loslaten. Die jou in het verleden en misschien nu nog even... dat je een beetje moeilijk maken. Omdat het dus echt wel belangrijk is dat je helemaal naar jezelf terugkeert. En dan vind ik het eigenlijk maar logisch naar als... als er vanuit mannelijke energie naar een standvastigheid op, wordt gezocht. En tegelijkertijd die energie naar boven komt. Dat je even tijd nodig hebt om stil te zijn. Om terug bij jezelf te komen. Nu deze figuur, dat kan zijn... zorgen is het niet, maar dat er bepaalde gedachten nog eens voorbij moeten komen. Hè? Dat je als het ware nog eens moet gaan overlopen voor jezelf... wat je hebt doorgemaakt, hoe bepaalde dingen zijn kunnen gebeuren, om inderdaad te kunnen afronden. Nu, die mannelijke energie gaat sowieso naar,
naar balans. En ik vind dat de mannelijke energie hier blijkbaar toch wel moet gaan beseffen hoe belangrijk die connectie is. Of die zal dat ook wel gaan beseffen. Of daarmee geconfronteerd worden. Ik zie dit onder andere hier. Want dat is een beetje moeilijk. Ik vind het moeilijk uit te leggen op die manier. Maar de passie wordt opgewekt doordat de vrouwelijke energie zo stevig en aards aanwezig is. Aanwezig blijft ook, trouwens. Dus de mannelijke energie beseft hier stilaan wat die connectie met hem of haar heeft gedaan. En dat wat dan zijn of haar levensopdracht ook is, hè, wat hij of zij ook in zich heeft. Ik zeg hij of zij nogmaals, wil dat ook nog wel even meegeven. Dat in de connectie, normaal gezien, hè, de man heeft de mannelijke energie als hoofdenergie. Maar stel dat je als vrouw een vrouwelijke partner hebt, dan kan dat dus ook een zij zijn. Vandaar dat echt wel nodig is. Hè, dat nu algemeen geeft de energie weer dat vanuit de mannelijke energie dat besef komt, dat die standvastigheid en het feit dat die passie wordt gevoeld, dat echt heel is, omdat de ander enorm vanuit de vrouwelijke energie aanwezig is. Dat hartcentrum, die liefde, die wordt gestuurd. En ja, toch wel daar steeds blijven, steeds aanwezig zijn. Ook enorm die vrouwelijke energie die je vanuit het aardse stukje heel veel door is gegaan en nog steeds doorgaat. En die keuzes maken, daar zit nog een stukje afzondering in. Hè? Terwijl mannelijke energie die balans vindt, gaat de vrouwelijke energie zich wat afzonderen. Alweer zoiets, hè? De rollen lijken een beetje omgekeerd. Hè? Want als daar waar de mannelijke energie zich vooral terugtrekt, kan het zijn dat de vrouwelijke energie hier wel zegt van, oh wacht even, want ik heb hier nog wat richting te geven aan mijn leven. En dat moet ik even in afzondering doen. Nu, dat is absoluut geen probleem natuurlijk. Maar dat het voor de mannelijke energie dan wel belangrijk is om dat rustig aan te doen. Want ik vind deze kaarten best wel heftig, omdat er heel veel naar boven komt. Dus die balans vinden en daar terug even kunnen doorademen. Voor de mannen, neem je tijd daarvoor. Daarvoor misschien die stilte. En ja, voor de vrouwen, voor degene vanuit hun vrouwelijke energie, blijkbaar zorg dat je je eigen zekerheden hebt, dat je toch wel je eigen zakjes op een rijtje hebt, dat je heel onafhankelijk in het leven staat. Daar komt het uiteindelijk op neer. Dat je gewoon heel erg bij jezelf bent en dat je niet van niks of niemand afhankelijk bent. Ik ga voor de vrouwelijke energie ook nog een kaartje trekken. Begeleiding vanuit de bron. En voor de mannelijke energie was dat vooral het astrale stukje. Alweer zoiets. Dus vanuit de mannelijke energie wordt er enorm gewerkt vanuit het universum. En wordt men er toch wel op gewezen, hè, dat er veel meer is. Veel meer is in de connectie. Ik vind op dit moment vooral dat de energie vooral heel sterk aanwezig is. Want bij velen is er een bepaalde afstand, zoals ik in de vorige video heb besproken. En het is vooral belangrijk dat je die energie voelt. Dat de energie nog altijd over en weer gaat. Dat die connectie er vooral is. Dat aardse stukje, dat aardse contact, dat lijkt er mij hier toch wel aan te komen. Dat zal wel komen. Alleen zal de mannelijke energie blijkbaar net iets meer moeite moeten doen of geduld moeten hebben, zoals het er nu uitziet. Hè? Het is wel belangrijk om vooral vanuit het emotioneel-energetische stukje te gaan voelen dat die verbinding er is.
vrouwelijke energie. En deze laat zich zien. Oké, de gele kleur zonnevlecht. Dat is de 12. Even het boekje bijhalen. De kaart van geluk. Denk ten eerste al, focus je vooral op je eigen geluk. Zorg voor je eigen geluk. Liefst. Zorg voor je eigen geluk. Nee, deze kaart zegt, op dit moment stroomt universele energie door je leven en je innerlijke wezen. Deze energie schept orde op zaken, vooral in de fysieke wereld. Ja, de kaarten geven het weer. Dus orde op zaken in onze fysieke wereld. Tegelijkertijd zorgt die energie ook voor een dieper gevoel van tevredenheid en geluk van binnen. Dus deze kaart geeft weer zorg, hè, voor jouw zekerheden. Zorg dat je alles op een rijtje hebt, want dat zorgt ook voor geluk van binnen. Wees je bewust in hoeverre je openstaat om deze energie te laten stromen. Er komen een heleboel goede dingen jouw kant op, met name geluk. Let ook op hoe dit als in golven naar de omgeving uitstraalt. Dit laat zien dat als jouw energie verandert, dat ook een positief opbeurend effect heeft op anderen. Dat is inderdaad wel zo, hè? Via je zonnevlecht sta je in contact met je omgeving, met anderen. Dus als jij je goed voelt in je vel, dan straal je dat uiteindelijk ook uit naar anderen. Nu, zoals het een beetje wordt uitgelegd, het is belangrijk, hè, dat je op aards vlak, dat je toch wel datgene hebt wat je nodig hebt, hè? Dat je geluk kan ervaren, dat je geluk kan voelen. Dus dat is wel apart. Het is een heel mooie kaart en ik hoop dat de kleuren een beetje zichtbaar zijn. Vooral geel, maar met een beetje blauw, groen. Een beetje rood, oranje. Het is een beetje een overgang van de zonnevlecht naar het tweede chakra, vind ik. Dus zorg dat je vanuit toch wel dat stevigere stukje naar buiten kan treden. Heel erg mooi. Ik ga heel veel kunnen zeggen nog over deze reading, maar ik ga het hierbij houden. Nu, heel erg bedankt voor het kijken. Stuur gerust jullie reacties, dat weten jullie. Ik geef nog even mijn website mee, www.puntkrachtvanlicht.be, mocht je graag een persoonlijke reading hebben. Tot de volgende video, tot heel binnenkort.